Goedemiddag Elke, we staan hier op de persvoorstelling van Miselegance. Je bent de originatrice ook van Miselegance. Eigenlijk een nieuwe verkiezing, of hoe moet ik dat zien? Wel, Miselegance bestaat toch al 22 jaar intussen, maar de laatste 2 jaar is die niet meer georganiseerd geweest. Dus ja, was het misschien tijd om het nu nog opnieuw te doen? Het was nu of nooit. Ja. Hoe komt het dat je aan zo'n verkiezing begint? Wat drijft iemand om aan een verkiezing te beginnen? Arre. Wel, ik heb zelf meegedaan aan misverkiezingen, zowel nationaal als internationaal. Ik heb dan ook zelf 2 keer de titel gehad Mrs. Elegance in het buitenland. Mm-hmm. En toen ik terugkwam heb ik dan ook een elegante hostess ontvangen. En dan, ja, je ziet zoveel verkiezingen en je denkt van, ja, waarom niet? Maar we willen dan wel een verkiezing zijn die anders is dan andere verkiezingen. Dus eigenlijk een echte uitdaging voor jou? Ja, inderdaad. Ja, van, die anderen kunnen dat, ik kan dat ook. Ik zou het niet zozeer zo zien. Allee, het is niet echt om te tonen van, ik kan wat jullie ook kunnen. Maar ja, het is een uitdaging, het is een nieuwe stap in het missenavontuur, dus waarom niet? Die missen, aan wat moeten die eigenlijk voldoen om aan Miselegance mee te doen? Wel, wij stellen geen standaard dingen op. Dus allee, ze moeten niet 1,70 meter zijn, ze moeten niet... Het enige wat wij wel vragen is tussen de 18 en de 26. Nu, wij hebben ook een meisje van 16, omdat het oorspronkelijk van 16 tot 26 was. De reden om naar 18 te schuiven was puur omwille van het feit, gaan ze overal geraken? Maar dat meisje heeft ons echt overtuigd van, ja, ik raak overal. Nu, zoals je zelf vandaag ook hebt gezien, wij hebben meisjes van maatje 34 tot 44. Dat kan bij ons ook allemaal, zolang ze zichzelf goed voelen en zolang dat ze zelf van zichzelf weten, ik kan nog groeien. Ja, dat is belangrijk. Ja. Is dat geen beletsel? Ik bedoel, als mensen het ideale maatje niet hebben, gaan die het kunnen maken als model? Wel, wij hebben natuurlijk heel veel hulp van Kim's Events, die heel veel fotoshoots regelen op unieke locaties ook. En na wat overleg met hen hebben zij ook gezegd, het is niet omdat je maatje 44 hebt. Het gezichtje is mooi, het lichaam is mooi. Iedere vrouw heeft een ander postuur, dus waarom niet? Wat gaan die meisjes nu nog allemaal meemaken met Miselegance? Wat is het parcours dat wordt afgelegd? Wel, wij gaan nog naar andere finales gaan kijken. Dus om te zien hoe het op andere verkiezingen verloopt. Maar wij doen ook een teambuildingsweekend. Dus wij gaan voor 3 dagen naar de Ardennen. En daar gaat het echt teambuilding zijn en zichzelf herontdekken. En goh, ik durf dat niet. Jawel, jij durft dat wel en jij gaat dat ook doen. Dus ze worden echt klaargestoomd om van zichzelf, van de kleine bange wezentjes dat we vandaag hebben gezien, naar echt fantastische bloemen te worden. Ja. Oh, dat belooft. En wat staat er dan concreet op de agenda in de Ardennen? Of is dat nog een beetje top secret? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Mijn echtgenoot heeft het allemaal gepland. Wij gaan wel het weekend van 7 en 8 september gaan wij al voor gaan kijken wat en hoe. Maar ik zal zelf ook niet alles weten, omdat de bedoeling is dat wij, zowel ik als Michaela als coach, zullen meedoen. En dus ja, ook, ja, hetzelfde zien als van de meisjes. Wel, we hebben de meisjes straks allemaal mogen interviewen. Ik ben echt wel benieuwd naar die finale. Wanneer is die finale? Onze finale is zondag 10 november om 8 uur in het Savelhof, hier in de buurt. Dus ja, vanaf dan gaan we knallen en dan kunnen we eindelijk met een eigen top 3'tje naar het volgende jaar. Oké, okay, super. Ik wens je nog heel veel succes en toi toi. Merci.